2 minuten, ja. Ja. We gaan hier linksaf. Ik hoop het ook. Ik ben nu weer op een ander stuk, dus ik hoop dat het goed komt. Live radio op locatie, fantastisch! Ik stuur je deze stukje ook even toe. Ja. Dan gaan we meteen de oprit weer op. Even kijken. De oprit dat is hier eerste links. Eerste weer links. Oké, ja. Geef maar even gas. Het is zo bizar dit. Hier linksaf. Remt ook zo lekker zelf al. Zonder dat ik iets doe, gaat hij al heel fijn. Ja, dat heet het één pedaals rijden. Je hoeft eigenlijk alleen maar met gaspedaal een beetje te manipuleren en dan rem heb je nooit nodig. Nee, want je moet soms in andere auto's moet je echt veel meer zelf. Kijk, hier zou je ook al zelf kunnen rijden, maar dat doe ik bij beginnelingen nooit. Nee. Wat zeg je? Ik zit zeker achter het stuur. Ja. Eén baantje naar links. Eén baantje naar links. Ja. Dat is genoeg. En dan 2 keer klik klik. Nog 1 keer. Goed. En loslaten. Loslaten. Doet het goed, Mariah? Ja. Vertel eens hoe je voelt. Okay. Ik zit achter het stuur zonder handen en we rijden nu een file in. En ik wil echt met mijn voeten op die rempedaal gaan trappen. Maar dat hoeft helemaal niet. Want die auto die remt gewoon vanzelf. Ik blijf keurig in de baan. Ik hoef helemaal niks te doen. Die auto kan zelfs stilstaan. En gaat dan gewoon weer vanzelf optrekken. Ik moet wel 1 baantje naar links. Het is doodeng, maar ook heel gaaf. En af en toe moet je van baan wisselen. Dan moet je eventjes... wacht even hoor. Ja, ik moet hier even opletten, Aart. Je moet... Loslaten. Oh. Nee? Ja, ik moet dus 2 keer... Oh. Ja, en nu... Ja, even uitleggen. Je moet 2 keer klikken op een knopje en dan moet je het stuur loslaten. En dan gaat... Richtingaanwijzer uitzetten nu. Oh, en de richtingaanwijzer uitzetten en dan gaat hij dus zelf sturen. Als je het stuur niet loslaat, dan blijf je gewoon zelf bezig. En ik ga nu zelfs een bocht om. Kan ik deze scherpe bocht aan, Vincent? Ja, dat gaan we proberen. Hou maar even een beetje in de gaten. Ja. Ja, het gaat. Hele scherpe bocht naar links. Ja. Het is een flinke scherpe bocht. U rijdt te snel, zei hij net. Nee, ik rijd niet te snel. Ik volg dus gewoon andere auto's. Het is echt een ongelooflijk gevoel, dit, Aard. Vincent, is dit nou de toekomst in Nederland, die zelfrijdende auto's? Ja, voor iedereen die het heel erg leuk vindt om zelf te rijden, helaas is dit de toekomst. We gaan nog een aantal jaren tegemoet dat mensen nog auto moeten rijden, maar dat gaat gewoon helemaal stoppen. Ja, ik moet zeggen, ik wil zo'n ding, Aard. Ja, in Amerika is er een dode gevallen en nu moeten er meer veiligheidsmaatregelen komen. Wat vind je daarvan, Vincent? Nou ja, het is gewoon het begin. Er gaan 1 miljoen mensen dood per jaar omdat mensen afgrijzelijke bestuurders zijn. En er is nu ook iemand die heeft autopilot niet goed gebruikt. En die is een Harry Potter film gaan kijken op een provinciale road. Niet zoals nu jij zeg maar op de snelweg rijdt. Ja, als je hem verkeerd gebruikt, gebeuren er ongelukken. Want het is nog niet geschikt. Je moet nu even dat ding. Hij heeft wel 1 keer in de zoveel tijd dat je het stuur vasthoudt om te bewijzen dat je niet slaapt. Maar als je hem verkeerd gebruikt, dan gebeuren er gewoon foute dingen. En dat is toen in Amerika gebeurd. Ja, ja.
dat, oké. Okay. Ja, en ik moet zeggen, het is best wel fijn en betrouwbaar. Oh, ik ben volgens mij nu niet meer zelf aan het rijden. Want ik heb het stuur vastgepakt en ik ben het gaspedaal aan het indrukken. Is toch automatisme. Ja, even naar links toe, naar het baantje. En dan weer even autopilot aanzetten. Ja, ik ga dus nu naar links. En dan ga ik weer op twee knopjes drukken. Ja, ik ben weer in de autopilot. We rijden nu echt 30 km per uur. We staan praktisch stil. En dat doet die auto dus allemaal zelf. Dus ik zit nog een beetje, zweef ik met mijn handen bij dat stuur, Vincent. Jammer. Naar links. Verbinding mee. Ja. Ben er weer. Twee keer knopjes. Ja, dat is goed. Want dat hoorde je dus helemaal niet? Oh shit, oké. Dus je hoorde niet... Ja, oké, dat is goed. Dan stel ik hem die vraag gewoon nog een keer. Wij vallen... Af en toe weg. Ja. Wat? Dat is die toren die daar zit. Ja. Die toren. Ja. Een minuut of 2,5 komen we weer, want we waren helemaal weggevallen. Okay. Dus ik ga die vraag, nu moet ik volgens mij... Maar hoe vind je dit nou zo? Ik blijf het onwerkelijk vinden. Ik bedoel, het is een hele comfortabele auto, maar het is gewoon onwerkelijk. Want een auto, daar moet je gewoon met je handen sturen. Weet je, je hand, wat doe je daarmee? Ja, je zegt op je schoot, maar het is toch... Meestal pakken mensen een smartphone. Ja, dat is niet zo handig. Nou ja, wel in dit geval dus, ja. Ja, maar in een file, daar moet je ook juist altijd opletten. En nu is het een beetje zo van, oh, mooie gebouwen. Het blijft gewoon raar. En het is dat vertrouwen krijgen in de auto, weet je. Dat vind ik nog wel... Ja, en dit is ook, deze autopilot is ook niet geschikt voor alles. Die is echt gewoon geschikt voor overzichtelijke situaties. En echt niet in iets met Amsterdammetjes in kleine, zeg maar, straatjes. Het is gewoon voor de snelweg als je gewoon lekker rechtuit gaat. Ja, dat je die lijn is... Oh, kom weer. Ja. We gaan zo verkeersinformatie doen en daarna komen. Oké. Terugrijden naar tv. Daar, boven. Je kan allemaal opties of... Hier zie je jouw navigatie. Aan de linkerkant. Je bent over 10 minuten terug in de studio. Ja. Wij zitten hier gewoon ontzettend Ja, we zitten dus ontspannen file te rijden. Kan je het voorstellen zonder voeten, zonder handen. Gewoon een beetje om je heen kijken, file rijden. Ja, dit is dus een redelijk goede situatie voor zo'n auto. Om gewoon lekker zelf te sturen. Maar is het eigenlijk wel veilig om dit te doen, Vincent? Nou ja, als er iets onveilig is, dan zijn het mensen. Daar gaan een miljoen mensen dood per jaar in het verkeer. En vooral mensen met een smartphone. Dat is ongeveer 33% van de bevolking die nu een smartphone in de handen heeft en rijdt. Die zijn helemaal rampzalig. Dus je kunt ervan uitgaan dat deze manier van rijden een factor 10 keer zo veilig is als op een gegeven moment als mensen aan het stuur laten. Ja, maar er is wel een dode gevallen of misschien zelfs een paar in Amerika. Hoe komt dat? Ja, als je autopilot niet op de snelweg gebruikt, maar een provinciale weg, die is niet geschikt om op een gegeven moment te zien dat een vrachtwagen gaat oversteken. Die 100 meter verderop aan de linkerkant een vrachtwagen ziet aankomen. En dat heeft die persoon in Amerika gedaan. Is een Harry Potter film gaan kijken. Heeft niet meer naar het verkeer gekeken. Jij zit heel ingespannen op de weg nog een beetje te controleren. Dat deed hij niet. Hij keek een Harry Potter film. Hij had er aan gewend geraakt. En dat was dus niet slim. Nee, ik snap hem. Loslaten. Ik moet het stuur loslaten. Ja. Kijk, het is heel raar, want het stuur corrigeert dus zelf. Iemand voor mij ging invoegen. Nu mag ik opeens een heel stuk tempo maken. Ik doe niks aard. Ik blijf het zo raar vinden. Volgens mij zijn we weer weggevallen. Ik sta in de file. Zonder handen, zonder voeten.
Ja, we hebben in ieder geval een leuk filmpje voor de site, toch? Ja, dat is zeker zo. Dat is leuk, Rai. En ik heb ook hier jouw gezicht hier van voren. Dus dat gaat helemaal goed. Dat maken we. Ach, jammer. Nu hoor ik weer de muziek. Nu is het weer terug. Ik moet naar links zo direct, hè? Of niet? Ja, zo meteen. Maar deze, dit is een goede baan. Je hebt, af en toe heb je echt stukken. Jezus, Mina. Kijk, hij ziet ook hier. Ja, hij ziet gewoon. Zie je wat hij ziet. En op een gegeven moment ga je dus... Dan mag je weer een klein stukje rijden. Oh, jammer. Oké, is goed. Ja. Ja, is goed. En nu? Doei. Kan dit zomaar? Nou... Je bent eigenlijk een beetje asociaal natuurlijk, ja, hè? Want hij zegt nu 100, maar rij maar gewoon even een eindje door. Een eindje verderop moet je naar links. Je mag hem uitzetten, dat knopje daar. Oh ja? Het rode? Het aan-uitknopje. Zal ik maar eens even zo gaan invoegen? Ja, ga zo meteen maar invoegen. En dan kun je gewoon het autopilot aanzetten en dan ben je gewoon voorlopig klaar. Zo. Twee keer eruit gegooid door die stomme straallijn van KPN. Die daar gewoon boven echt de stomme kant uit gegaan. Autopilot werkt prima. Is hij aan? Ja, hij is aan. Ja. De verbinding van dit prachtige stuk werk. Dit prachtige stuk antiek gebeuren. Ja. Is gewoon... Die was weg. Nou ja. Maar we gaan een leuk filmpje maken voor de site. En dat blijft veel langer staan. En ik zal ook nog zelf even zorgen dat ik het rondga. Vertel even van hoe jouw gevoel eigenlijk voor was en nu. Wat is er veranderd in die paar minuten? Nou, ik kan me echt helemaal niks voorstellen bij een zelfrijdende auto. In het begin moest ik ook sowieso wennen aan de auto. Hoe soepel die reed, dat ik al zelf mee reed. Daar kreeg ik al wel vertrouwen mee, maar in het begin, ik geloofde er niks van. Ik zat ontzettend gespannen met mijn handen bij het stuur, ook bij de rem. En langzaam ontspande ik een beetje. Ik kreeg ook dus steeds meer vertrouwen in die auto. En dat was wel echt heel fijn. En nu is het gewoon genieten. Genieten in de file, dat is toch bizar? Ja, want we zitten hier een beetje te kijken naar zo'n ongelukje wat hier gebeurt. Ja. Met een vrachtwagen en het begint alles weer te rijden. Hier. Ja, en ik moet zo wel weer volgens mij van baan gaan wisselen. Ja. Dan is het dus, dan haal je hem automatisch van de autopiloot af. Ja, als je gewoon gas geeft en naar de rechterbaan gaat. Ja, dan... Geef maar even gas, echt. Nee. Ja. Je mag snel naar de 100, ja. Dus dat was even een ongeluk. Daardoor zaten we in de file. Maar normaal is een filerij is natuurlijk heel gedoe en dingen. Nu zet je gewoon dat ding aan en ach, hij waarschuwt je wel op een gegeven moment. Moeten wij er nou ook weer af? Even kijken, ik zit nu helemaal... Nou, dan gaat gewoon hier de weg volgen gewoon. Je gaat hier nu naar rechts toe. Ja. In de bocht zit de afslag. En meteen in de bocht zit de afslag. Dus ik zou wel naar rechts. Dankjewel voor de... Want wat ik zeg... Oh. Ik ben... weet je wat nu de grote grap is, Vincent? Nee. Ik heb geen eens een auto op dit moment. Nee. Dus ik heb heel lang niet meer gereden. Ik krijg er nu weer plezier in. Dat is het grappige. Meteen hier rechts, hè? Ja. Ik rijden vond ik nooit zo leuk. Nee. Maar ja, mij interesseert auto's dus ook echt helemaal niks. De enige is dat al die plofauto's gaan allemaal weg. Het worden allemaal elektrische auto's. Gaan allemaal zelf rijden. Ja. En dan staan ze niet meer 95% van de tijd geparkeerd. Nee. Ze staan gewoon... Ik heb een politieauto achter me. Hè? Is toch niet voor mij? Nee. Nee, je moet even aan de kant, denk ik. Maar hoe? Ik kan hier niet aan de kant, toch? Nee. Rustig. Ja, hier. Rustig, ja. Hij gaat je wel inhalen. Moet ik hier naar rechts? En jij moet naar links, toch? Okay. Of moet je kan hier ook naar rechts, maakt niet zoveel uit. Nee? Ik kan ook naar links, toch? Ik voelde me helemaal opgejaagd door... dat komt hier voor mij! Ja, het is goed dat je erdoor rijdt. Ja. Vinden ze fijn. Je trok hem harder op dan hij. Ja. Ja. Je bent sneller weg. Je was sneller weg met die Tesla. Dus dat was wel gewoon grappig, ja. Ja. Maar het grappige is, je ziet dus na verloop van tijd raak je eraan gewend dat ding dat kan. Je krijgt er gewoon steeds meer vertrouwen in. Ja. Dat vind ik wel heel mooi om te voelen en te merken. Maar het is natuurlijk in den beginnen. Men leert autorijden, handen aan het stuur, bij rem. Het voelt gewoon heel onnatuurlijk. Dus dat, nou ja. Ja.
Maar ja, het is dus gewoon zo wel 700 mensen gaan dood in het verkeer hier in Nederland. 30.000 in Amerika, 1 miljoen wereldwijd. Ja. En mensen die afgeleid zijn, zijn rampzalig bestuurders. En dat is op het ogenblik is dat gewoon heel erg nou het ja, geval. De smartphone is het meest gevaarlijke natuurlijk ja, van alles. Ja, tuurlijk. Die zijn, en inderdaad, je moet geen Harry Potter gaan kijken. Nee. En dan maar, er zijn ook mensen in Amerika die zijn gaan slapen. Die hebben gewoon die zijn, ja, er zijn filmpjes dat mensen gewoon in de file zitten, in de file. Ja. En zijn ze gaan slapen. Weet je wel, dat echt van dat ding dat gaat wel. Ik hoor wel een biepje op een gegeven moment wanneer ik even weer in moet grijpen. Dat kan, dat nee. Nee, dat, maar dat was dus onzin. Maar dat moet je dus niet doen. Dan vallen de doden. Dat ook niet. Ik bedoel, daar heb je ook autopilot, maar dan moet je ook gewoon wakker blijven. Nee, de piloten. Dat betreft, mijn ene buurman is stuurman. En die zei van ja, de laatste 30 jaar sturen wij niet meer. Alle grote tankers, niemand kan meer sturen. De computer is de enige die het kan. Ja. En de piloten zeggen van ja, wij willen heel graag nog landen. Want de hele tijd, dat vliegtuig, de autopilot doet het altijd. Ja. Behalve als we landen. Ja, dan mogen we. We mogen af en toe landen. Tenzij het weer slecht is, we slecht niet kunnen zien. Dan mogen we niet landen. Want dan moet de computer het doen. Want die kan het veel beter dan wij. Maar het is zo saai. Ja. En, maar als jij dus gewoon rijdt, en vooral saai rijdt. Dan is het helemaal niet zo leuk. Nee. Maar goed. Jammer dat de verbinding wegviel. Ja, maar we maken er wel wat leuks van hoor. We gaan wel in ieder geval een filmpje bij ons op verspreiden. Op ja. De verschillende kanalen. dus dat komt sowieso goed. Goed, hoe heet ik weer die jongen met die bio zit als hoofdredacteur? Bart Barnas. Nee, bij de hele groep die van BNR komt. Paul van Gessel. Paul, ja. Ja. Hoe doet Paul het? Ja, wel goed. Alleen het is nu natuurlijk een probleem met fusies, met de omroepen. Dat gaat allemaal niet meer door. Want 13 baasjes kunnen het niet eens worden. 13 regionale omroepen. Nou, het duurt nog even. Ja. Ja. Egootjes. Ja, ja. Ja, zo noem ik het maar even. Even kijken hoor. Ja, lieve mensjes, komt u maar. Zit die voetgang of zo? Ja hoor. Oké. Okay. En dan heb ik een mooie druppel. Waar ik mee... Ik heb hem ook voor bij je hand als je... Ja, ik heb hem hier. En hoe gaat het raam? Gaat gewoon zo open. Moet ik nog op de rem of de P? Of, Ja, als... Kijk, zal je net zien. Moet ik hem even op... Ik heb hem op P. Hij staat op P. Oké, okay. Dan doe ik eventjes... Hier, joh, heb je mijne. Wat? Hier. Ja, en ik moet even met mijn los. Ja. Heel modern, ja. Heel ja. Modern, ja. Ja. Zo. Zie, automatisch hè, voor dit kleine stukje. Het hoeft niet. Nee. Even kijken, dan gaat hij naar... Poot op de rem. Poot op de rem. Dan D naar beneden. Ja. En wegwezen. Die heb ik nou jammer genoeg niet gezien. Ik wel, die heb ik hier. Toch nou. Een beetje stressvol? Oh, heerlijk. Ja? Okay. Ja, maar op een goede, laten we hem gewoon hier eventjes een beetje... Ja, zeg maar gewoon hier. Ja, en dan komen we er wel. Oké. Okay. Dit knopje één keer naar binnen drukken. Binnen. Je mag wegrijden. Weglopen. Dus... Vincent. Ja. Oh. Nou. Oké. Okay. De eerste ervaring. Ja, het is toch wel een hele. Het is inderdaad grappig dat elektrisch rijden, dat trekken en soepel en mooi. En dat is de ene revolutie. En de andere revolutie is dat je gewoon niet meer hoeft te rijden. En dat leidt ertoe dat we uiteindelijk niet meer alleen maar geparkeerde auto's hebben, maar auto's die gewoon rondrijden en mensen helpen. Ja. Hebben vier keer zo weinig auto's nodig. Vier keer zo weinig nodig. En bijna geen energie meer, geen olie meer. En dat gaan we de komende 10 jaar gaat die grote revolutie beginnen. Nou, ja. Dat was eventjes, dat was het eventjes. Ja, wil je nog even de radiostudio zien, Marija? Volgens mij is de uitzending ongeveer afgelopen. Ja. Ja. Zo. Zo, we zijn hier bij dus RTV Noord-Holland. Elke provincie heeft ongeveer zijn eigen tv-zender en radiozender. En daar zit zij dus op de radio en hij maakt filmpjes. Oh, je moet wel even een stukje van het filmpje sturen. Oh, excuus allemaal. Nee, je krijgt het helemaal filmpje van je. Ja, maar de kwaliteit moet er wel even hoog. Dan voor de airdrop. Dat kunnen we zo even proberen. Nou, de uitzending is helaas voorbij. Ja, nee, dat maakt niet uit. Ja.
Zo. Nu ga ik eens even kijken hoe het hier in de studio was, want wij vielen dus de hele tijd weg. Ja, dat was jammer. Maar dat gebeurt. Kijk, Marije. Kijk, hier gaan we binnen. Ja. Hi. Hi, Aart. Hallo. Hallo, Vincent. Zo, hoe was de uitzending vanuit hier? Nou ja, het was natuurlijk eenzaam. Ik had ook wel in die auto willen zitten. Maar goed, ik had er wel eens eerder in een Tesla gezeten, maar nooit met de handen in de lucht. Dus het was bijzonder. Ja, je viel en we gingen langs die stomme straalzender van de KPN. Dat was dom. Die joekel daar bij de rij. Bij de rij. Dat ja. We hadden de andere kant uit moeten gaan. Dan was het veel beter geweest. Kijk, nou, dit is dus de plek waar het allemaal gebeurt. Hier een fantastische radiozender. Ik kan je wel laten horen hoe het klonk. Ja. Eventjes kijken. Ik zit achter het stuur zonder handen. En we rijden nu een file in. En ik wil echt met mijn voeten op die rempedaal gaan trappen. Maar dat hoeft helemaal niet. Want die auto die remt gewoon vanzelf. Ik blijf keurig in de baan. Ik hoef helemaal niks te doen. Die auto kan zelfs stilstaan. En gaat dan gewoon weer vanzelf optrekken. Nou, dat is prima toch? Kind in de snoepwinkel, hè? Ja. Maar het is echt een ervaring die je dus. Het is echt een ervaring die je zelf moet meemaken om het hè? Want zij kan dat dan wel. Maar je moet zelf voelen om dat op een gegeven moment los te laten. Maar doe dat jij zelf het kan. Altijd op de snelweg inmiddels? Ik doe het altijd op de snelweg. Voor mij is meer de snelweg sowieso. Het is meer voor mij altijd op provinciale wegen. En op allerlei stadswegen. Als het een beetje maar bekend, als hij maar een beetje kan zien dat het een weg is, dan rijdt dat ding zelf. Ja. Dus ik ben ook altijd aan het meten hoe lang ik nou, hoeveel procent van de tijd ik de autopilot gebruik. En dat zit ongeveer in de buurt van de 95%. 95%? Ja. Nee, echt alleen maar bij allemaal kleine weggetjes die allemaal ringen. Maar als op de Amsterdamse grachten met fietsers die... Dan doe je het niet. Nee. Amsterdamse grachten is het moeilijkste wat er is. No go. Nee, maar gewoon provinciale wegen, landelijke wegen waar je een beetje rechtdoor rijdt. En dat is een beetje de kunst. Maar je moet wel weten wanneer het wel moet en wanneer het niet moet. Ja. Dus, en dat wordt er steeds beter. De volgende versie die ik krijg, over een maand krijg ik een Model X. En die auto die heeft dan twee camera's. Die kijkt ook naar stoplichten. En dus en hij kijkt nu niet naar rode stoplichten. Bij een rotonde gaat hij gewoon rechtdoor. Weet je wel? Dus hij is nu op toomelijk nog heel dom. Het is fantastisch voor snelwegen, maar voor stedelijke gebieden is er nog een heleboel mis. Ja. En de volgende versie is dat hij dan ook afslagen neemt. Hij navigeert, nu moet je nog zelf navigeren hier naartoe. Dat gaat hij dan ook zelf doen. Hij gaat letten op stoplichten. En elk jaar zul je die software beter zien worden. En zullen er betere camera's zitten en sensoren. Waardoor die auto over 5 jaar kan die dan de Amsterdamse gracht aan. Okay. Maar dan is het dus nu nog wel zo dat zeg maar, de gebruiker van de Tesla die moet wel echt kopie zijn. Hey, de gebruiker van de Tesla is altijd verantwoordelijk. Als jij dom genoeg bent om een provinciale weg gewoon Harry Potter te gaan zitten kijken en je gaat dood dankzij een vrachtwagen die opeens oversteekt, ja, dan is het je eigen schuld. Was getekend, Vincent Evers. Ja, daarom. Dus, maar die miljoen mensen die doodgaan in het verkeer per jaar, hè, dat komt niet door techniek die niet werkt, dat komt door mensen. En die miljoen, daar gaan we aan werken. Alright. Alright. Dankjewel, Vincent. Dit was de uitzending.